Had ze een kersverse aan radar voor jou. Zoals je ziet zit ik hier weer. Dus heb ik gewonnen met mijn tip van vorige week. En dat was natuurlijk Alice in Borderland op Netflix. Deze week hebben we weer twee nieuwe tips voor je in de aanbieding. En een nieuwe tipgever, Dennis Mons de Wonderspons. Goed, voordat we gaan beginnen met de tips heb ik nog wel even een shout-out naar Menno, Nightblade600 en Julian. Die hadden de tip gedaan van Cobra Kai op Netflix. En ik heb het zelf niet gezien, maar kennelijk is het wel heel erg vet. Toch, Mons? Ja, ik vind het echt te gek. Het is een stukje jeugdsentiment. Vooral het eerste seizoen vond ik heel sterk. Tweede seizoen iets minder. Derde seizoen is weer helemaal top-notch. En het is super cool dat ze de acteurs gebruiken die toen ook in die Karate Kid film zaten. En het geeft heel veel gelaagdheid. Ik vind het echt super tof. Cool, goed. Hey, drop vooral je verse tips in de comments, want de beste tip die krijgt uiteindelijk een prijsje. Nou goed, en dan gaan wij zelf nu beginnen met de nieuwe verse tips. En dan ga ik jou beginnen, Mons, om af te trappen. Ja, ik trap hem af met weer een Netflix-serie. En die serie heet Lupin. Het is een Franse serie en het draait helemaal om een meesterdief die Arsène Lupin, althans in ieder geval daar is het op gebaseerd. Het is een hele beroemde Franse dief uit boeken. En het draait om een gast die een ketting van een oude koningin wil gaan jatten en zich door allerlei bochten wringt om die ketting in handen te krijgen. En het is een beetje ouderwets, Ocean's Eleven, zeg maar, in die stijl. En ik vind het echt te gek. Het is af en toe super ongeloofwaardig, maar ik ben echt groot fan. Vet. Ja. Is het toch ook met die dude van Intouchable die erin zit, of niet? Ja, inderdaad. Okay. Het acteerwerk is te gek. En nogmaals, het is niet altijd even geloofwaardig. Maar ik hou gewoon van die shenanigans, weet je wel. Sommige mensen kunnen me afknallen als ik zeg, Now You See Me vond ik tof. Ik weet niet of jij die ooit hebt gezien. Ja, die heb ik wel gezien inderdaad. Een vleugje magie vond ik altijd wel leuk. Ja, nou ja, daar komt deze serie ook wel, die komt er ook wel op neer. Het gaat helemaal nergens over. Ja, het gaat nergens over, dat is ook niet helemaal waar. Maar de manieren waarop hij zijn meesterplan maakt, zijn echt gewoon belachelijk. Zijn echt belachelijk. En ik hou daarvan. Ik hou daar gewoon van. Oké, okay, dope. Ja, ik zag hem al voorbij staan en voorbij komen in Netflix. En ik ga hem zeker checken. En nu al helemaal door jouw tip. Dus thanks daarvoor. Ja, moet je doen. Dus dan is het tijd voor de mijne. Ja. Ik hoop dat je er klaar voor bent. Nou. Het is misschien bijna een beetje vals spelen. Uh-oh. Want, kijk, het is de 4K Blu-ray van The Lord of the Rings trilogie. En ik zeg vals spelen, want ja, deze films zijn natuurlijk al bijna 20 jaar 100 oud, miljoen inmiddels. Jaar oud. En het is inmiddels al algemeen bekend dat die films echt super duper fantastisch zijn. Het zijn echt zeker mijn favoriete films ooit. Maar goed, dit is dus die 4K Blu-ray set. Je hebt er de extended editions en je hebt de theatrical editions. Maar je moet gewoon lekker de extended gaan kijken natuurlijk. Er zitten meer scènes bij. Ja, en dan heb je zo al die discs heb je mooi in de doos zitten. Hoe lang duurt het nu als ik deze 4K editie wil gaan kijken? Ja. Ik denk dat het, volgens mij zijn de eerste twee films iets van 3,5 uur tot 3 kwartier. En ik heb eergisteren heb ik de derde gekeken en die was volgens mij net iets meer dan 4 uur. Dus je bent wel even bezig. Maar goed, die films zijn sowieso goed. Maar de 4K kwaliteit van deze set is ook wel echt heel goed. Het is lekker scherp. Ze hebben een nieuwe mastering gedaan van de 35mm filmopnames die zijn gemaakt. Ze hebben de color grading hebben ze opnieuw gedaan. Dus dat het allemaal mooi op elkaar aansluit. En ook die vorige Blu-ray set, ik had hem hier nog liggen, maar goed, die was een beetje fucked. Fellowship was een beetje groen. De hele film was een beetje groen. Dus alsjeblieft, haal deze in huis. Je kan ook de Hobbit in huis halen. Nee, dat moet je niet willen. Dat moet je gewoon niet doen, inderdaad. Nee. Hij komt eigenlijk pas officieel in Nederland uit 31 maart. Als je een beetje zoekt op bijvoorbeeld Amazon of Zevi.nl, kan je al de Britse versie in huis halen en dat is gewoon pretty much the same. Dus je kan hem of alvast halen of je wacht even tot hij in Nederland is. Dat duurt ook niet al te lang meer. Dus Lord of the Rings... Dat is toch de beste shit ooit, of niet? Ja, fair enough. En zijn we dan ook net zo enthousiast over de Lord of the Rings serie die eraan zit te komen? Oeh, ja, die kunnen we helaas nog niet tippen, want die is nog niet uit. Het gaat nog even duren, maar die Lord of the Rings serie wordt hopelijk ook echt
super vet. Fair enough. Goed, nu is het aan jou. Welke van deze tips is het vetst? Vond jij deze Lord of the Rings 4K Blu-ray set het coolst? Of vond jij Lupin toch wel het vetst? Drop vooral even in de comments op welke jij stemt. Want je moet er eentje kiezen. En degene die wint dan, die mag volgende week weer in de aanrader zijn. Dus jij bepaalt of ikzelf of Dennis Monster Wonderspons volgende week weer te zien is in de aanrader. Hey, en als je dan toch bezig bent, drop dan zelf weer even een tip voor als je zelf iets leuks hebt. Een boek, een film, een game, een muziekalbum, dat kan natuurlijk ook. We willen alles hebben. En als je dan ook nog eens even voor ons een subje kan doen op dit kanaal, dan worden we echt helemaal blij. En dan zien wij jou gewoon bij de volgende aanrader. Hoi!